Zouden jullie alsjeblieft eens willen gaan kijken vanuit de positie van het management, een bestuurder, een leider, iemand van een organisatie in de VG-sector? Wat is vakmanschap nu eigenlijk voor een manager? Wat houdt dat in? Gijs. Iets dat erg lijkt op wat we van begeleiders vragen. Namelijk ondersteuning en richting geven. Dat zijn dingen die je zelfs van de eerste de beste stagiaire verwacht. En ik kan me eigenlijk niet voorstellen dat je anders leiding geeft, of managt, of wat dan ook, in zo'n tent, dan volgens deze principes. Dat moet met elkaar kloppen. Anders dan, A, je brengt jezelf in een hele vervelende klempositie, maar bovendien, het werkt niet uit. Het werkt in zijn nadeel. Je krijgt niks voor elkaar. Als je niet zorgt dat je de dialoog ook inbouwt in je eigen handelen als manager, kan je het schudden. Dat zou je zeggen. En dat is meer de stijl. En dan hebben we het opnieuw niet over de waarde van allerlei methodieken enzovoort. Er zijn boeken over volgeschreven. Prima de luxe, gebruik wat je gebruiken kunt. Maar het gaat nu even over de grote lijn. Dat moet met elkaar kloppen. Als dat niet zo is, dan doe je het gewoon fout. De manager is mede verantwoordelijk voor de problematiek die er ligt. De allereerste casus, of misschien de tweede die ik had via CCE, kwam ik aanrijden, stond de directeur van de instelling buiten en zei tegen mij, en geen telegraaf erbij. Dan weet je dat het fout zit. Jacques, jij hebt wel eens gezegd. Ja. Je hebt wel eens gezegd. Ik dacht ook dat dat op de video te zien was. Je hebt wel eens gezegd, zeg mij wat voor managementcultuur heeft en ik zal zeggen wat voor probleemgedrag er in uw organisatie voorkomt. Ja. Had ik nooit mogen zeggen. Nee, natuurlijk niet. Dat natuurlijk wel. Maar toch wel. Ja. Maar toch wel. Wat nou een beetje als verlengde van dit, wat ik daarmee probeerde uit te drukken, dat er is een organisatie is niet alleen een manager of een leidinggevende, maar er is een management, er is een organisatiecultuur. En als er in een organisatie een cultuur is van top-down, even heel ongenuanceerd gezegd, dat betekent ook dat die begeleiders regelmatig boodschappen over zich heen krijgen, toch, alsof ze er niet toe doen. Nou, als er mensen zijn die, wat mij betreft, in mijn beperkte ervaring, goed om kunnen gaan met mensen met problemen, heel in het algemeen, met alle verschillen die zijn, zijn dat zelfstandige mensen. Die zelf denken, die zelf kijken, die zelf inschatten, die zelf besluiten nemen op dat moment. En dat is niet een drukke leidster, maar dat is iemand die ziet, die merkt bij zichzelf van, goh, ik ben wel erg druk bezig, ik moet even. Ik zie nu aan Kees dat hij over zijn toeren begint te raken, weet je wat, ik moet mezelf even terugbrengen. Maar dat is iemand die met zichzelf werkt. Ja, vreselijk grote woorden. Die hoeft niet op de couch van de psychoanalyticus, maar die heeft wel geleerd om feedback, vreselijk woord, maar terugkoppeling te krijgen van het gedrag van de cliënt, zijn toestand, zijn opwinding. Ik mag het best arousal noemen, kan mij het schelen. Ik noem het opwinding. Want ik merk met mensen die met opwinding werken, die weten heus wel, als opwinding toeneemt, dat dan de kans op probleemgedrag erg groot is. Ik weet niet of ik nu antwoord heb. Zeker. Ja. Even. Dit sluit dus erg aan bij het begrip opmerkzaamheid. Nee, serieus. Ja. Ik denk dat het erg... Ja, het verhaal, als je de managementliteratuur een beetje doorneemt, dan is een van de hoogst actuele dingen is van hoe voorkom je ook in een goed onderbouwde organisatie allerlei fouten en ongelukken. Het geval wil namelijk dat ongelukken ontstaan vanwege onachtzaamheid, afleiding en onbenulligheden. Ook bij bijzonder hooggeschoolde professionals. Als je dat niet opvangt met een cultuur van opmerkzaamheid cultiveren, dan weet je van tevoren dat je voor verrassingen komt te staan. Dus die manager die doet naast die stijl waar ik het net over had, heel verstandig, steeds maar weer die mensen te trainen in van, het gaat anders dan je denkt, zorg ervoor dat je weet hoe het ongeveer werkt, zorg ervoor dat je dan weet wat je moet doen, et cetera. Dat denk ik, dat verhaal van die opmerkzaamheid, dat heb je gewoon nodig om als manager je tent een beetje goed te laten draaien. Jacques, wou jij nog? Ik kon de bak jou daarnet. Nee, ik zat even midden in mijn verhaal en ik... Maar goed. Dan krijg je dus mensen die luisteren naar wat iemand anders bedenkt. Ik weet niet of ik dat nog gezegd heb, maar daar wilde ik eigenlijk op komen. En dat is soms een cultuur in een organisatie. En in die cultuur passen ook vakmensen als orthopedagogen en gedragswetenschappers. Toch, die zijn ook op school, bij jullie hebben ze geleerd dat ze de theorieën moeten kennen, dat ze de onderzoeken moeten kennen, dat ze de boeken moeten lezen. En dat ze met die kennis
die begeleiders moeten vullen, als het ware. Als een soort trechter in hun hoofd de kennis moeten vullen. Ik chargeer expres. En er zijn hele goede orthopedagogen, en in mijn ogen, en gedragswetenschappers, maar die zijn in staat, niet om tegen mensen te zeggen, jullie moeten zelf denken, maar mensen uit te dagen, toch uit te nodigen om zelf actief te kijken, actief te toetsen, actief feedback te krijgen, zich actief aan te passen aan wat ze zien. En aanpassen niet als een schaap of als een slachtoffer, maar gewoon in dynamisch contact met de cliënt. Of die nou autistisch is of niet. Hetzelfde vraagstuk. Ze weten te weinig. Ik zou ook een klein beetje omdraaien en zeggen, waarom zouden bijvoorbeeld de gedragswetenschappers en psychiaters ook niet leren van de groepsleiding? En in jouw theorie ook. En waarom zou groepsleiding niet leren van cliënten? Ja. Het zijn dus wat grote woorden en ik probeer nu in het hoofd van Pieter te kijken. En ik denk, wat kan die groepsleider intuïtie, nou leren van die cliënt? Ja. Daar komt het weer. Ja, intuïtie. Toch, die heeft al geleerd van die cliënt. Ja. Die heeft dat al opgenomen. Jacques, ik weet zeker dat er een heleboel mensen denken in de zaal. Wat zou er nou in het hoofd van Pieter omgaan? Pieter, wat gaat er in jouw hoofd op? Gooi je ziel op tafel. Nee, we hebben het over de manager, hè? Ja. In de organisatie. Even daarna toe. Ik heb natuurlijk veel managers meegemaakt in de Winkelsteeg. En ik heb, hoe moet ik het zeggen? Als ik daar zou werken als groepsleiding, dan zou ik het heel fijn vinden als daar regelmatig iemand langskwam. En die gaf mij toch een bepaalde steun. Ja, en dat was dan, dat hoeft niet eens een schouderklopje te zijn. Hè? Carmen. maar dat kan ook zijn een vraag stellen. Ja, of even over je kinderen praten. Of over je moeder die misschien ziek is. Pure belangstelling. Want ik heb altijd het gevoel dat die mensen... door de manager, directeur dan, zeg maar... die keken daar verschrikt tegenop. Ja. Dat was een soort aversieve stimulus. Ik kan een leuke anekdote, mag het even voorzetten? Wij hadden op de Winkelsteeg een directeur, ik zal zijn naam niet noemen, maar hij weet een Alfa Romeo, had ook zo'n blauw jasje aan. Maar dat is niet zo erg, maar in de jaren 70 moest je dat niet dragen in de zorg. Hè? Maar in ieder geval, die verscheen nooit op groepen, dat was bekend. En toen had Daniel gezegd, ga toch eens een keer op die groep kijken. En hij dacht, dan moet ik dat doen. Hè? En toen ging hij de groep op. En wij stonden erbij en hij kwam de deur binnen en er was een leidster liep met een blad vol met eten. En die schrok zo van, die liet zo dat blad vallen, want die was bang dat ze op de donder zou krijgen van hem. Ja. Ja? Nou ja, het is echt gebeurd en het illustreert eigenlijk de verhoudingen die in zo'n organisatie zijn. Ja. Dat moet eigenlijk, dat is niet meer van deze tijd. Ja? Mensen moeten rondlopen en zeggen, goh, hoe gaat het? Ja, nu het onderwerp van mijn lezing. Weet je dat in die organisatie veel woedeuitbarstingen voorkomen? In welke organisatie? Waar de leidinggevende, een leidinggevende verantwoordelijke zomaar binnenkomt en waar je eigenlijk geen contact mee hebt en geen weten. Nee, een vreemde. Ja. Maar... wetenschappelijk, er zijn heel veel sociaal-wetenschappelijke theorieën die zeggen dat dat soort patronen doorgezet worden in een organisatie. Ja, dat zou pas kunnen. Ja. Nou ja, goed. Ja, ja maar... Iedereen wil nog iets zeggen. Ja, nou, ik vind de belangstelling is, wat Pieter eigenlijk zegt, wil ik gewoon bevestigen. Het feit dat je op de vloer werkt, doe je het meest belangrijkste werk. Hè? En dat je dan het gevoel hebt dat je management daar eigenlijk te weinig van weet. Dat zien we met de CCE-gevallen ook vaak. Dat je dus schrikt wat je aantreft. En dat je dan zegt, ja, moet hij nou naakt in die... Er is helemaal niemand hier die naakt staat. En dan heb ik toch een hele dag met een naakte meneer moeten werken. Omdat hij niet aangekleed werd. Dus dat zo'n directie dat niet, of zo'n managementlaag dat niet weet. Ja, dat vind ik schandelijk. Ja. En dat doet niet goed aan de instelling.